U luistert naar Business Club Radio en vanavond is mijn gast Wouter Pilon en wij praten over uh, financiering en zonnepanelen en uh, duurzaamheid. En zij zijn uh, jonge ondernemer van het jaar 2019 in Venendaal, dus kwaliteit is gegarandeerd wat dat betreft. Um, maar nou hebben we gehoord dat jullie ook je eigen panelen hebben. Ja, dat klopt. Hoe heb je dat geregeld? Nou, in, uh, in begin 2019 uh, was eigenlijk door de enorme groeimarkt, alleen al in 2019, zijn in Nederland 8 miljoen zonnepanelen geplaatst. Zo. Um, overigens, we zitten nu op het aantal van 1 miljoen woningen wat al voorzien is van zonnepanelen. Dus dat zijn 1 Gaat op de 8. Op. Ja, maar dat betekent ook dat we nog een hele weg te gaan hebben, Zeker. gelukkig. Maar uh, begin 2019 kwamen we dus ook in leveringsproblemen terecht door de enorme vraag... Dat gewoon niet kwijt. En als je dan een relatief nog op dat moment kleine installateur bent, sta je ook bij de grote handels vaak achteraan in de rij. Ja. En worden de voorraden al snel verdeeld onder de grotere jongens. Zeker. En uh, ja, van daaruit zijn wij uh, uh, op, uh, op zoek gegaan naar een alternatief. En dat is de, uiteindelijk de uh, ontwikkeling en productie van een eigen zonnepaneel uh, is dat uh, geworden. En die laten wij in het Verre Oosten laten wij die produceren op een, uh, op een eigen lijn. Heb je dan een eigen RD of hoe moet ik dat dan zien? Hoe heb je dat geregeld? Die expertise wordt ook deels uh, ingehuurd, zullen we zeggen. Mm -hmm. um, uh, ook met kwaliteitsmanagers uh, te plekken. Uh, dus daar wordt ook gekeken van nou, wat, uh, wat gebeurt er precies. Een zonnepaneel bestaat uiteindelijk ook uit half en een bepaald recept. En uh, die bill of material die wordt ook uh, door onszelf samengesteld. En uh, zo kunnen wij ook de, de kwaliteit waarborgen. En uh, ook 15 jaar productgarantie geven als, uh, als Nederlands fabrikant. En uh, hoe hou je nou uh, in de gaten dat je kwaliteit inderdaad optimaal is van datgene wat er geproduceerd wordt in het Verhoogste? Uh, steekproeven, kwaliteitssteekproeven worden genomen, uh, dat betekent dat op, uh, op afstand ook uh, daarnaar gekeken wordt. Ook hier bij aankomst worden de steekproeven gedaan op de panelen. We hebben niet lang geleden, voor het coronatijdperk zullen we maar zeggen, hebben we ook een technical engineer vanuit in dit geval China overgevlogen gekregen, die bij ons nog kwaliteitschecks heeft gedaan. Dus zo zijn we continu bezig om te zorgen dat het, dat het goed is. En kun je meekijken met de productielijn? Ja, ja wij, wij. Toevallig nu dan even niet, maar vorig jaar ook twee keer daar geweest. Uh, om dat allemaal in de gaten te houden, ook te bespreken waar we kunnen verbeteren. Uh, we hechten heel veel waarde aan de esthetiek van het paneel. Dus um, uh, die zilveren lijntjes die door een paneel heen lopen, de zogenaamde bushbars, daar hebben we nu uh, sinds kort ook uh, een variant voor met negen flinterdunne lijntjes in plaats van vijf wat dikkere lijntjes, zodat er wat minder schittering in het paneel zit. Dus echt mooie diepzwarte panelen uh, uh, ja, en ook de cellen uh, zijn gewoon van, van eigenlijk hoogwaardige uh, ja. kwaliteit van de kristallijn. En jij uh, fietst mee op de ontwikkelingen die in de laboratoria uh, plaatsvinden, als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Maar... Nou, dat is lastig, uh, omdat dat zich eerst moet bewijzen voordat dat een uh, uh, ja, commodity wordt, zeg maar. Ja. Dus uh, wat we eigenlijk nu zien is datgene waar we nu mee bezig zijn, dat dat voorlopig nog wel even zo blijft. Goed zo.